Hoi, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe birthday giveaway. Ik ben over een paar dagen jarig en daarom geef ik als een soort Oprah allemaal hele leuke cadeaus aan jullie. Waarom? Ik wil gewoon mijn verjaardagsvreugde met jullie delen en ik vind mijn verjaardag zo leuk dat ik dacht, dat wil ik met jullie samen vieren. Dus elke dag op mijn YouTube-kanaal een video met een hele toffe prijs die heel persoonlijk is en die een van jullie kan winnen. Het enige wat je hoeft te doen is je te abonneren op mijn YouTube-kanaal en me te volgen op Insta en natuurlijk even een commentje achterlaten zodat ik je kan vinden. Als ik ergens veel vragen over krijg, dan is het mijn haar. Ik weet niet wat het precies is, want ik denk dan, er zijn toch honderden meiden met blond haar. Ik weet ook van mijn kapster dat er meiden zijn die met plaatjes van Pinterest van mijn koep naar haar toe komen. En die dan helemaal niet weten wie ik ben, dus dat is heel grappig. Nou kan het hem zitten in de kleur of in de gordijntjes. Deze pony die een beetje zo gaat. Ik weet dat die ook populair is. Hoe dan ook, ik dacht ik laat Charlotte, mijn trusty kapper waar ik altijd naartoe ga, even aan het woord om haar tips en tricks te delen over hoe je je haar in een soort beachy wave krijgt en hoe je de perfecte blonde kleur onderhoudt. En hint, dit heeft natuurlijk ook te maken met de giveaway. Nou, Yara de blonde koep. Dat vergt wel enig onderhoud, want het is natuurlijk wel schadelijk voor je haar. En Yara die stelt en feunt en krult de haar natuurlijk ook veel voor televisie. Ze gaat wel naar de zon. Dus het is heel belangrijk om het goed te onderhouden. Wat we altijd doen is bijvoorbeeld Olaplex gebruiken. Dat is om het haar in zo'n goed mogelijke conditie te houden. Ze komt regelmatig terug. Een keer in de 3 maanden ongeveer. En dan gebruiken we ook een toner om die gele tinten wat in te dimmen. Ja, wat we eigenlijk altijd doen met haar is highlights. En nou hebben we wel mazzel dat haar natuurlijke kleur al heel mooi is. En dan komt ze 1 keer in de 3 maandjes komt gezellig bij mij. En dan hebben we een haarfeestje. Ik hou zelf best wel van een beetje een messy look en jaren ook. Dus wat we heel vaak doen is gebruik maken van texturizing sprays of een sea salt spray, krultang. En daarbij laat ik eigenlijk altijd de puntjes wat steiler, zodat je niet zo'n hele klassieke krul krijgt. En droog shampoo. Nou, doe allemaal mee. En wie weet mag ik jou dan binnenkort verwelkomen bij mij in de kapperstoel. Ja, je raadt het al. De giveaway is een Yara treatment bij mijn favoriete kapper Charlotte Charpentier. Wat er gaat gebeuren, ze gaat je haar helemaal knippen hoe jij het wil. Misschien ook wel met deze gezellige gordijntjes. En ze gaat er een mooie beachy wave in maken. Dus zorg ook dat je hierna iets leuks hebt, zoals een date of een avond uit. Want ik beloof je, dat gaat er fantastisch uitzien. Je weet wat je moet doen, namelijk abonneren op mijn YouTube-kanaal en me volgen op Instagram. En even een comment achterlaten met waarom jij dit wil winnen. Morgen komt natuurlijk de laatste giveaway online. En vergeet ook niet even de eerdere giveaways terug te kijken. Want je kan tot 14 juni meedoen. Dus je hebt nog even. Dankjewel voor het kijken en tot in de volgende. Tot morgen. Doei!